The European, the Intercontinental, and the champion of the world in a lot of different associations, André Mannaert. Ladies and gentlemen, the champion from the Netherlands, the former European champion and the champion of the world karate, Tom Schelly. Well, we've seen the 9 schitterende partijen, gezien dit gaat de grote hoofdpartij worden vanavond. Eén escape van André Mannaert, dat betekent dat Tom zich op dit moment dus voorstaat. Weer een rode schreef van André Mannaert. Staat dus op 2 punten voor je. Tongstelling staat dus op 2 punten voor je. Godverdomme, laat me weer in die staande positie zijn voor de scheidsrechter. Thank you.
einde van deze eerste ronde. Jongens, een keihard applaus voor de beide vechters, zeker op zijn laatst. Schitterende partij, sportief, maar wel hard. André Ballard staat achter op punten met 2 escapes. De toonstelling op dit moment dus voor. Verder nog even een verzoek van de organisatie. Jongens, ga dan even zitten. Blijf even zitten op je plaats, zodat de mensen achter je ook kunnen zien. Escape, escape, en de vijf voor je. André Ballard, dus 3 escapes van André Ballard. Toonstelling staat met 3 punten voor je. Thank you.
Eind idee van de partij, einde van deze ronde. Chris Dolman, ga nog even naar de ring. Dames en heren, was een schitterend V-Fight of niet? Onder een speciaal van de ring, Dolman. En nog even de grote mannen die daar neergezet hier. Chris Dolman, Wilke Lambrecht en Dick Vrij. En denk op februari in Amsterdam is weer het jaarlijkse grote V-Fight gala. En dan ziet u nog meer, want over grote internationale acties met de top van Japan die het vaak tegen de top van Nederland opnemen. Nog even jullie applaus voor Chris Dolman. Winnaar, dames en heren, met 3-2 met slechts 1 punt verschil. Toon Tom, Chris Dolman was al op je te wachten. We hebben nog een beker voor je, je hebt gewonnen. Dames en heren, mag ik jullie allemaal een gigantisch compliment geven. Utrecht heeft bewezen dat het rijp is voor die grote Free Fight Gala. We hopen hier graag terug te komen. En we hopen ook dat Utrecht, net als Amsterdam, een opstap wordt voor het grote talent, wat we nog groter kunnen laten groeien op internationaal gebied.